Ja, dit is gewoon de cross natuurlijk. Hè. Ja, je ziet wel aan de mensen hoe druk het is. We kwamen vanmorgen al vroeg aan en dan sta je al in de file. Ja, het is gewoon gekhuis hier. Maar het is gewoon prachtig. Ja. In het land waar fietsen een religie is, zien we dat het meisje met de vlechten de dame met de vlechten is geworden. Daphne van der Brand, ze lacht en ze denkt na over wat komen gaat. Over haar afscheidstournee, die haar ook naar de Koppenberg brengt. Ja, ik ben er wel een beetje bewust mee bezig. Net voor de start zei mijn man ook van geniet ervan, het is je laatste koers hier. En zo, ja, zo voel ik het ook wel een beetje. Het is een tijd van komen en een tijd van gaan. En vorig jaar heb ik het seizoen gewoon niet heel goed af kunnen sluiten. En ja, ik kon zo op die manier geen afscheid nemen van zo'n mooie sport. En ja, ik was er toen nog niet helemaal klaar mee. Hoe groot is je honger nog in je laatste jaar? Ja, de honger is nog heel groot, want als de honger er niet meer is, dan moet je stoppen, denk ik. En met die woorden klautert Van der Brand de Koppenberg op. Maar wie dit ziet, weet eigenlijk al genoeg. Het kraakt, Van der Brand leidt met een lange ei. Sander van Paassen doet dat met een korte ei. De Vlierdense is ontketend en momenteel onverslaanbaar, ook in Vlaanderen. Ik ben ook heel erg trots toen ik saai in mijn handen had straks. Ook zo voor het publiek, het is gewoon niet normaal hoeveel mensen hier zijn. En ja, dan is het heel mooi dat je deze kan winnen. Van den Brand wordt op ruim een minuut vierde en zoals dat hoort bij routiniers kan ze er nu in berusten. Ja, het is voor mij is het gewoon veel te warm en ja, dan merk ik gewoon, dan ben ik gewoon een paar procent minder. En dan kan ik gewoon niet zo diep gaan. Ja, dan is van begin tot einde het afzien. Ja. Met de wetenschap dat Van Paassen in topvorm is, vertrekt Van den Brand nu naar Lucca in Italië, waar ze zondag het EK rijdt. En wat ze voor de start zei, zegt ze ook na de finish. Over honger en willen winnen. Ja, natuurlijk. Je moet overal een doel van maken, want anders kan je beter thuis blijven, denk ik. En het is toch een mooie wedstrijd, dus ja, je staat overal uit vertrek om te kunnen winnen. En de ene keer lukt het wel en de andere keer niet.